Suzanne Schelting is zondag bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Changi als vijfde geëindigd in de finale van de 1000 meter. De 20-jarige Nederlandse kon in de slotfase van de finale de sprong naar de medailles niet meer maken. De zege ging naar de Canadese Kim Boutin, die haar landgenote Marianne Stegelijs voorbleef. Het brons was voor de Italiaanse Arianna Fontana. Schelting nam nog wel vroeg de leiding in de finale, maar een dubbele aanval van de twee Canadese shorttracksters wierp haar terug en naar achteren. Yara van Kerkhoff en Lara van Ruiven werden eerder in de kwartfinales uitgeschakeld. Bij de mannen ging de zege op de 1000 meter naar de Chinees Wu Daying. De Nederlandse shorttrackers wisten zich niet voor de finales ter plaatse. Shinky Knecht had al in de voorronde straf gekregen.